Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag er is een full day of eating, dus ik ga laten zien wat ik op een hele dag eet. Ik ben aan het bulken, dat doe ik meestal in de winter. Ik ga voor de 3600 calorieën, dan zit ik boven mijn onderhoud. En ik ga daar in deze video wat inhoudelijker op in. Hoe bereken jij jouw caloriebehoefte? Hoe zit het nou met de macro's, eiwitten, koolhydraten en vetten? Dus weer lekker veel informatie. En we gaan even beginnen met mijn gewicht, want dat hebben we nodig om mijn caloriebehoefte te berekenen. Let's go, Joey. Daar gaan we. Hoeveel weeg ik met wat kleding aan op een lege maag? Boy, yo. Scheelt dat nou zoveel? Laat maar even die hoodie uit. Oh, het scheelt toch even 6 ons. Dus zonder de broek, laten we zeggen 96,5. Oké, 96,5, meer dan ik dacht. We gaan even naar de computer voor de caloriebehoefte. Voor het berekenen van mijn BMR gebruik ik deze website, www.berekenen.nl. En dan gaan we alles invoeren. Nou, man, 96, ik ben 1,88, ik ben 29. En hier komt de moeilijke vraag, hoe actief ben ik? Er zijn 5 mogelijkheden. Op dit moment ga ik voor regelmatig sporten en gemiddeld actieve baan, omdat ik in de zomer beweeg ik gewoon veel meer. Ik loop veel meer. Dus ik ga gewoon voor regelmatig. Kies waar je tussen valt. En soms kijk ik naar beide uitslagen en dan kijk ik gewoon welk onderhoud ik iets meer bij mezelf of bij de klant vind passen. En ik ga dus gewoon voor de middelste. En dan bereken. En dan zegt hij, je totale caloriebehoefte per dag is 3292. Nou, als je wilt bulken, wil je daar ongeveer 10% boven zitten. En als je wilt cutten, wil je daar ongeveer 10% onder zitten. Dus je kan ook in plaats van 10% 15 nemen. Maar ik vind 10% goed werken. Dat is een manier om je caloriebehoefte te berekenen. Maar je kan het ook doen met MyFitnessPal. En dat is de app die we gaan gebruiken voor mijn calorieën bijhouden. We gaan het straks ook hebben over de macro's en de percentages daarvan. Dat is een wat ingewikkelder onderwerp. Maar dat bewaar ik voor straks, jongens. We gaan eerst even kijken naar mijn eerste maaltijd. Oké, voor de eerste maaltijd pak ik gelijk 900 calorieën. En normaal ga je snel naar sneetjes brood. Maar wij gaan voor wild corns. Ja, ja. Ik neem er ook 2. En in deze 2 wild corn bollen heb ik gelijk 532 calorieën te pakken. Combineer dat met 4 eieren. En hoppa, 900 calorieën verder. Je moet ongeveer 8 sneetjes brood nemen om net zoveel calorieën te hebben als deze 2 bollen. Dus ja, dit ziet er makkelijker uit dan 8 sneetjes brood in mijn oog. En ik vind het ook lekkerder, want wat ik dus al een tijdje at, als je veel video's van mij volgt, is bij een slager een broodje. En dat is ook met maltkorn, kiprolade en tegenwoordig ook nog met een eitje erop. Die zie je nu even in beeld. Maar we gaan het dus zelf maken, want vandaag geen afhaalmaaltijden. Ik ga alles gewoon thuis maken. De oven staat aan op 200 graden, 6 tot 8 minuten erin. Hij zegt 220 graden, dus dan gaan we voor de 8 minuten. Die hebben we ook eentje. Ik lust er wel een, man. Dan gaan er 3 bollen in. Tijd om het eitje te bakken. Yes, jongens. Dus 900 calorieën. Het kost even wat werk. Dus meestal een broodje met de slager. Maar soms maak ik hem ook zelf. Zondag zijn ze ook dicht, dus dan moet ik het wel. Ja. Ik lag vannacht tot 6 uur wakker, jongens. Af en toe heb ik dat soort dagen. Dat is helaas mijn valkuil tijdens mijn gymcarrière een beetje geweest. Is altijd gewoon, elke maand heb ik meestal 1 weekje dat ik gewoon slecht slaap. Soms lig ik 4 uur wakker. En vannacht was het zover. Ik wil helemaal fris zijn voor deze video. Maar geen excuusjes. We filmen hem. Maar het is wel naar, want slaap is natuurlijk belangrijk voor de prestatie in de gym. Maar ook voor je workflow. Ik merk gewoon als ik slecht slaap, heb je veel minder energie. Veel minder zin. Ik kan wel heel stoer zeggen als YouTuber en ondernemer. Ja, bla bla bla. Ik ben altijd gemotiveerd, maar helaas niet. Nou, we hadden het 1 op. Het is geen calorie challenge, maar toch wil ik even updaten op hoe moeilijk dit voor me was. Heel simpel. Dus voor de hardcaders, dit krijg je best wel makkelijk weg. Ik kan hier denk ik misschien 3 tot 4 van op. Dus 8 eieren met 4 broodjes misschien. Straks de tweede en derde maaltijd en die zijn heel simpel snel gemaakt. Maaltijd 2, 3 producten en 328 calorieën. Ik heb een appeltje. Dit is vooral koolhydraatrijk en vooral suikers. Dan heb ik kalkoenfilet, 75 gram. Dat heeft vooral eiwitten. En dan heb ik nog amandelen
En noten hebben vooral vetten, ook wat eiwitten. En amandelen hebben ook nog wel wat koolhydraten. Dus eigenlijk heb je qua macro's bij deze maaltijd van alles wat. Daar wil je ook een balans tussen hebben. Dus we willen niet, laten we zeggen, een hele dag alleen maar kip, ei, melk, vlees, vis, eiwitpoeder. Nee. Eiwitten zijn goed, maar we willen alles. We willen vetten en we willen koolhydraten. Er zijn sommige uitzonderingen, zoals een keto-dieet, dat je geen koolhydraten eet. Ik raad dat dieet niet eens aan, behalve als je misschien niet sport. Dan maakt het wat minder uit dat je geen koolhydraten hebt. Maar in principe wil je altijd je koolhydraten, je vetten en je eiwitten. En dat hebben we met deze goede maaltijd. Dus, 30 gram noten. Boom. Ik snap dat heel veel mensen denken van wat? Kalkoenfilet zonder brood? Ja. Ik doe dat al zo lang en dit is dan gewoon echt een persoonlijke maaltijd. Wat ik gewoon fijn vind om te doen. Hoppa. Maaltijd nummer 3, jongens. Ik heb hier een bietenjuice met ook nog venkel erin. Dus die twee groentes, verder nog wat opvulling. Hij is niet zo lekker. Ik hou ook echt niet van bietjes. Maar om het uit mijn juice te halen, en ik ben het gewend. Ik neem deze bijna elke dag. Kost een eurotje bij de Albert Heijn. 93 gram groentes, 125 milliliter en 61 calorieën. Als je juices neemt, probeer altijd zoveel mogelijk groentes erin te hebben. Voor het bulken is het natuurlijk minder een ramp als je wat suikers naar binnen hebt. Maar vooral voor de cut. Deze video is wat breder, jongens en dames. Dus als je aan het afvallen bent, wil ik ook wat tips geven. Ik wil gewoon dat je mijn video's kijkt of het nou voor het bulken is of voor de cut. Nog een appel. Dit is de Pink Lady. En dan komen we bij de protein. Ik heb hier drie verschillende soorten. De oats and whey. Nooit halen. Deze is echt smerig. Ik dacht, ah weet je, ik hou van chocola. Sorry, maar protein. Jullie hebben wel goeie hoor. Maar die niet. Deze keer ga ik voor de crispy layered. Best wel lekker. Chocolate caramel. Sowieso de six layered bars zijn ook wel lekker. Ik had de laatste een ruby smaak. Die was echt lekker. Zeker proberen waard. Maar eigenlijk mijn favoriet blijft wel de oatbakes, havermout en eiwitten in één. Maar voor deze maaltijd ga ik voor deze. Deze heeft ook iets minder calorieën, 200. Deze heeft rond de 270 als ik het goed zeg, 264. Dus dit is maaltijd 3, een snackmaaltijd, 344 calorieën. Dus ongeveer net zoveel calorieën als de vorige. Het is 1:30. Ik denk dat ik rond 4 uur voor de volgende maaltijd ga en die is weer wat groot. Zijn we weer, zelfde plekje. En ik ga voor iets wat ik vroeger heel vaak had. Tegenwoordig echt bijna nooit meer, want ik ben gewoon fan van granola. Maar we gaan weer terug naar de Brinta. Hier heb ik wel veel gains op gemaakt, jongens. Ik heb vroeger echt heel veel Brinta-pap gemaakt. Dus dit is gewoon een makkelijke manier. Dit is zelfs 125 gram. Vandaag 100 gram met 300 milliliter melk. En dat heeft dan bijna 500 calorieën. Dus een maaltijd die echt wel goed is voor het sporten. Je moet wel dan zeker even 2 uurtjes wachten, omdat het soms wel even kan uitzetten in je maag. Maar normaal ga ik eerlijk gezegd voor granola en proteïne. Granola is ook een product wat ze bij My Protein hebben. Soms maak ik een mix daarvan. Dit heeft natuurlijk dus wat meer eiwitten en echt een lekker smaakje. Wil je iets checken van My Protein? Bijvoorbeeld ook vette workout kleding. Ga dan even naar het linkje in de beschrijving en gebruik mijn kortingscode voor 36% korting. Dus tijd om deze te maken. 100 gram is al best wel veel hoor. Brinta wil je echt niet eten met te weinig melk. Dat is echt niet lekker. Hoppa. Havermout is goed. Kroesli, moesli, maakt allemaal niet uit. Het is allemaal heel dicht bij elkaar. Alleen havermout en brinta zijn vaak wel iets gezonder. Dus moesli, granola heeft gewoon wat meer suikers. Dus ja, je kan hem nog wat lekkerder maken met wat rozijnen. En ook weer calorierijker. Maar ik hoef dat niet te doen om mijn 3600 calorieën vandaag te halen. Dus maaltijd 4. Ja, ik weet dat mijn maaltijden een beetje simpel zijn. Als je hele mooie maaltijden wil, moet je maar naar Rachel John gaan. Shout out naar haar. Maar ja, bij mij is het gewoon wat simpeler. Ik hou van simpel. Nou ja, ik kan wel van lekker eten. Maar ik hou van weinig moeite voor lekker eten. En daarom haal ik ook veel af. Yes. Zie jullie zo voor de avondmaaltijd. En dan gaat er gekookt worden door Joey. Zo, maaltijd 5. De avondmaaltijd. Ik ga voor een pastaatje. Ik heb magerrunder gehakt. Ik ga de helft hiervan gebruiken. 250 gram. 120 gram pasta. Ik heb deze vervallen. En dan nog lekker veel pasta saus. En de groentes, paprika, tomaat en ui. Let's go, let's cook. Ik laat hem nog een beetje.
beetje afkoelen, want ik wil het even hebben over macronutriënten met jullie. Ik pak er mijn fitnessspel bij. Zeker een aanrader om daarmee je macro's in te stellen en te bepalen. Als je de app MyFitnessPal nog niet hebt gedownload, voer met leeftijd 18 jaar in. Anders werkt het niet. Misschien nu wel tegenwoordig, maar veel mensen kregen een error. Dus dat je dat weet. Dan gaan we naar doelen. Bij voedingsdoelen staat doelen voor calorieën, koolhydraten, eiwitten en vetten. Ja, dan zie je er 4 staan. Bij calorieën staat 3600. Bij koolhydraten staat 450 gram met 50%, eiwitten 180 gram met 20% en vetten 120 gram met 30%. Als je op eentje klikt, dan kan je die percentages een beetje mee spelen en dan kan je zien wat er met je koolhydraten, eiwitten en vetten gebeurt. Wat ik persoonlijk altijd doe is ongeveer 2 gram per 1 kilo lichaamsgewicht met de eiwitten. Dus aangezien ik rond de 90 weeg, wil ik ongeveer 180 gram eiwitten. Dus daarom zit ik op 20% eiwitten. Nou, dan hou je nog 80% over wat je moet verdelen bij koolhydraten en bij vetten. Ik heb dat nu 50% koolhydraten en 30% vetten. Als je aan het afvallen bent, kan je soms nog wat lager zitten met je koolhydraten. Denk aan 40, misschien zelfs 30. Ja, en dan kan je wat hoger in vetten gaan zitten. Dit kan ook natuurlijk gewoon een beetje op persoonlijke voorkeur. Misschien vind jij koolhydraten juist lekker, ga dan lekker wat hoger zitten. De calorieën zijn het belangrijkste, alleen je wil wel gewoon een beetje een redelijke verdeling hebben. Dus het liefst 20% minimaal bij een groep. Ik zit even te kijken, 60, 20, 20, wow, 540 gram koolhydraten, 80 gram. Dat is ook nog helemaal prima. 60, 20, 20 is ook nog helemaal prima, echt waar. Beetje 20% minimum, misschien 15. Nee, weet je wat? Mijn eiwitten wat hoger zetten, want ik weet al dat ik een beetje hoog ga zitten met mijn eiwitten. Dus ik heb 50, 25, 25 van gemaakt. Daar heb ik ook mooie nummers. 450, 225 gram en 100 gram vetten. Nou jongens, ik ga van deze maaltijd genieten. Even proeven dat Joey even de reactie kan zien van mij. Hij is net naar huis. Zelf had ik hem niet zo lekker kunnen krijgen, dus thanks Joey. En dan zie je hier ook een leukere maaltijd op jullie scherm. Tijd om te genieten. Ik zie jullie zo voor maaltijd nummer 6, de laatste alweer. Zo, hier hebben we de laatste maaltijd. Standaard kwark, jongens. Deze keer weer met een klein beetje eiwitpoeder erbij. Meestal doe ik een kwart tot een halve schep bij een hele bak. Als ik dan een halve bak neem, sowieso een kwart. En dan nog een klein beetje granola. Ja, ik heb nog wel wat carbs over. Ik zat ook zo een beetje te overwegen. Ik kan meer pasta nemen. Of ik kan minder pasta doen. En dan nog een beetje dit toevoegen. En daar kies ik dan vandaag voor. Roeren natuurlijk. Anders lekkere klonten eiwitpoeder. En dit zou dus nooit lukken als je er geen schepje kwark uithaalt. Ik vind persoonlijk één hele bak kwark tegenwoordig toch wel een beetje te veel. Kijk, ben je nou heel erg aan diëten en heb je gewoon zieke trek? Dan is dat anders. Maar ik ben nog steeds een hard gamer, jongens. Tegenwoordig kan je natuurlijk wel een stuk beter eten toen wanneer ik net begon met fitness. Mijn maag is wel wat gegroeid van die calorie challenges en zo. Tijdens het bulk heb je toch meestal minder eetlust. Ontbreekt nog iets. Dat is fijn dat ik alles heb voorbereid gisteren. Een banaantje. Kijk, nu is mijn maaltijd compleet. 450 gram kwark, 5 gram whey, 1 banaan en 20 gram granola. Zorgt samen voor 452 calorieën. Vandaag zit ik op 238 gram eiwitten. Ik zag hem al aankomen. Koolhydraten 405 gram, vetten 113. Dit is prima, het kan perfecter, maar ik zit gewoon met mijn calorieën netjes bij mijn doel. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en leerzaam. Mocht dat het geval zijn, knal even op je like voor je support. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En check natuurlijk even MyProtein in de beschrijving samen met kortingscode Anthony. Dat was hem jongens, tot in de volgende. Later!